Progressief Woerden wil duidelijkheid hebben van het college van burgemeester en wethouders van Woerden over de gevolgen van de nieuwe wet natuurbescherming. De wet is dit jaar van kracht geworden en regelt taken op gebied van natuurbescherming die door de provincie en gemeentes moeten worden uitgevoerd. Nou, dat komt omdat de verantwoordelijkheden voor natuurbescherming gedeeltelijk zijn overgegaan van het Rijk naar de provincie. En de provincie heeft alvast aangekondigd er strenger op te gaan handhaven. Op zeg maar de wetgeving rondom natuurbescherming. En wij kunnen daar als gemeente kunnen we daarbij helpen. Niet alleen voor de provincie, maar ook voor de mensen die vergunningen aanvragen in Woerden, dat ze heel goed weten wat er van ze verwacht wordt op het gebied van natuurbescherming. De grootste verandering is in feite dat de verantwoordelijkheden ergens anders zijn komen liggen. Ja, en dat de provincie Utrecht daar behoorlijk zijn prioriteit van maakt, waar wij hartstikke blij mee zijn, want het is belangrijk om de natuur te beschermen, dat vinden wij. Alleen het moet niet zo zijn dat als mensen vergunningen aanvragen, bijvoorbeeld een bouwvergunning of een evenementenvergunning, dat ze pas achteraf te maken krijgen met handhaving en dat dan hun evenement niet door kan gaan of vertragingen oploopt, gewoon omdat ze niet wisten aan welke wetgeving ze zich moeten houden. Ja. Wat stelt Progressief Woerden concreet aan de gemeente voor? Nou, wat wij vragen is van hoe hebben jullie je voorbereid? En de meeste, bijvoorbeeld op het moment dat er vergunningen worden aangevraagd nu, staat er altijd wel een zinnetje in van u moet zich houden aan de natuurwetgeving. Maar ja, voordat je dat allemaal hebt doorgespit. Dus wij verwachten eigenlijk van de gemeente dat ze de mensen die vergunningen aanvragen ook beter gaan vertellen waar ze aan moeten voldoen op het moment dat ze bezig gaan met of bouwen of een evenement plannen of waar je nog meer vergunning voor nodig hebt. Ja. Helemaal duidelijk. Marieke van Noord, hartelijk dank. Alsjeblieft. Het pand van het Minkema College aan de Steinhagenseweg in Woerden wordt ingrijpend verbouwd. In een in opdracht van de school gemaakte animatiefilm wordt een indruk gegeven van het ontwerp in de eerste fase. De ingang van de school wordt veranderd en het gebouw wordt volgens de school aangepast aan de eisen van het vernieuwde onderwijsaanbod. De verbouwing start in de zomervakantie en zal na de zomer van 2018 gereed zijn. Door de overheid wordt bezuinigd op ouderenzorg, maar de doelstelling is tegelijkertijd om senioren langer zelfstandig thuis te laten wonen. Senior Assistent speelt daarop in. Het bedrijf biedt via een landelijk netwerk van persoonlijke assistenten zorg, hulp en gemaksdiensten aan senioren aan. Een seniorenassistent is iemand die helpt ouderen zo prettig mogelijk thuis te blijven wonen.
En daarbij ondersteunen wij niet alleen de ouderen, maar ook de mantelzorgers. Want de mantelzorgers hebben op het ogenblik wel heel veel taken en die gaan sluipende wij steeds meer doen. En wij kunnen de mantelzorger ontlasten. We kunnen ook huishoudelijke hulp doen, we kunnen gezelschap, begeleiding en wij kunnen de mantelzorger ook adviezen geven. Seniorassistent beschikt naast hulpverleners ook over zorgadviseurs. Ik ben zorgadviseur. En ik geef mensen advies over de wet maatschappelijke ondersteuning, de zorgverzekeringswet en de wet langdurige zorg. Zodat mensen de juiste weg weten te bewandelen binnen de wetten van Nederland. Je hebt een persoonsgebonden budget en dan kan de betaalde mantelzorg betaald worden, zodat een reguliere mantelzorger extra ondersteund wordt. Ja, en wij kunnen dan samenwerken. Stel dat mensen ons dan kiezen om als dienstverlener aan huis te komen. Dan kan bijvoorbeeld de ene helft van het geld kan besteed worden aan de thuiszorg. Of aan andere diensten die nodig zijn. En de andere helft kan besteed worden aan begeleiding van de ouderen. En de mantelzorger ontlasten. Want ik heb bijvoorbeeld nu een cliënt, die mevrouw kwam 7 dagen per week uit Zwolle om voor haar zus te zorgen. En het was bij haar ook helemaal niet bekend dat zij een persoonsgebonden budget kon krijgen. Er was al wel een indicatie voor een verpleeghuis, maar haar zus wilde heel graag thuis blijven wonen. Toen hebben wij haar geholpen met het omzetten van de indicatie naar het persoonsgebonden budget. En nu wordt de thuiszorg betaald uit die pot met geld. En 3 dagen per week komen er nu 2 dames over de vloer. Die helpen haar zus, zodat de mantelzorger 3 dagen in Zwolle kan blijven. Het bedrijf werkt niet alleen voor senioren, maar waar nodig kan het ook diensten aan jongeren leveren. We hebben ook jonge mensen die hebben letselschade. En die voelen zich niet zo thuis. Als je 28 bent en je hebt een beperking, dan ga je niet zo snel een seniorenassistent bellen voor hulp. Dus dan kunnen zij gewoon op uwassistent.nl kijken. En dan kijken wat voor diensten er voor hun aangeboden worden en daar gebruik van maken. Goedendag, het wordt de komende dagen kouder weer. Deze dinsdag nog niet. Het is bewolkt en de middag gaat regenen. Als het ware de grens tussen de koude en de warme lucht. Als de storing weggetrokken is, wordt in de avond weer droog. Er staat een zwakke tot matige oostenwind en de temperatuur wordt zo'n 4 tot 5 graden in de middag. In de nacht is het ook bewolkt en de temperatuur daalt 1 graadje onder het vriespunt. De woensdag, ook dan is het bewolkt weer, hoewel we laat nog even de zon te zien krijgen. Er staat een zwakke tot matige noordoostenwind en de temperatuur komt maar net boven het vriespunt uit. Het voelt met die oostenwind wel erg koud aan. De nacht erop gaat een graadje vriezen. De dagen erna zonnig winterweer. Tot zover het weer.